Gewoon een beroepsdemonstrant. En techniek, ja, ik vind het wel leuk als gebruiker, maar als middel en niet als doel op zich. Wat is het doel van de gele hesjes, dames en heren? Gele hesjes, Nederland in Amsterdam. U ziet het, we staan hier voor het Franse consulaat. En waarom staan we daar? Om onze solidariteit te uiten aan de Gilets Jaunes. De Franse gele hesjes, want die zijn hiermee begonnen natuurlijk, hè. En dat krijgt navolging van onder hier in Nederland. Ja. Ik wil heel graag eens beginnen met te bedanken de Fransen. Ja. Dus doet er gezellig met me mee. 1, 2, 3, viva la France! Viva la France! Viva la France! Vive les Gilets Jaunes! Gilets Jaunes! Gilets Jaunes! Ja, dames en heren. En wat wel grappig is aan die Fransen, die hebben ook rood, wit en blauw. Ja, net als Nederland. Drie mooie kleuren, rood, wit en blauw. Maar ja, die hebben mij iets gedraaid en gekanteld. Ja, wat mooi. Afgelopen week was ik in Den Haag. En wat ik daar zag, vond ik echt chockerend. Mensen die vreedzaam aan het demonstreren waren, die werden geknuppeld, die werden gedouwd, opschieten, werden getrapt. Het staat allemaal op het beeld, u heeft het kunnen zien. En wat mij opviel in Den Haag, was dat de mensen daar de Nederlandse vlag omgedraaid hadden. Dus niet rood, niet blauw, maar blauw, niet rood. En waarom dan? Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Blauw, wit, rood. Nederland in nood! Blauw, wit, rood! Nederland in nood! Blauw, wit, rood! Nederland in nood! Ja, dames en heren, en omdat Nederland in nood is, zijn gele hesjes keihard nodig. Want gele hesjes zijn tegen Rutte 3 en voor Nederland. Simpel toch? Tegen Rutte 3! Dus niet alleen tegen Mark Rutte een tikje, maar tegen die hele kliek. Het zijn allemaal bedriegers, dames en heren. Toneelspelers, nep, rovers, zakkenvullers, verzint u het maar. Het is allemaal waar. Criminelen! Misdadigers hoor ik roepen, criminelen. Nou, daar ben ik het mee eens hoor, en ik kan het nog bewijzen ook. Ja, echt waar. En dan heb ik het niet over die politici, daar heb ik persoonlijk wel ook trouwens. Gaan we op mijn site kijken. We houden het eventjes algemeen. Wat willen gele hesjes dan? Gele hesjes willen drie dingen volgens mij. Een echte democratie. Ja. Ja, echt, echt, echt. Dus niet net, maar een echte democratie. Dus niet waar je voor spek en bonen stemt. Nee, maar dat er naar het volk geluisterd wordt. Als wij zeggen nee, dat ze dan ook nee doen. En niet. Wat doen ze dan? Wij zeggen nee en zij doen. Ja! Juist. En wij zeggen ja en zij doen. Nee! Nou, en dat willen we dat toch niet? Dat is toch geen democratie? Dat is nep, dat is een dictatuur, een Rutte-catuur. Dus die moet weg. Rutte 3 moet weg. Wij willen een echte democratie. Puntje 1. Puntje 2. Een onafhankelijke rechtspraak. En dan zegt Rutte altijd nog tegen. Ja, we hebben toch een rechtsstaat en die beschermen we, blablabla. Maar dat is niet waar, dames en heren. Dat is ook echt nep. Hartstikke fake. Rechters in Nederland zijn het uitschot van de maatschappij. Zwart toga-tuig, zegt Nico van Dam altijd. Ik leen het eventjes. Zwart toga-tuig, en dat moeten we niet. Wij willen dat er conform de wet onafhankelijk echt recht wordt gesproken. En dat doen ze niet. Nederland is een bananenrepubliek, dames en heren. Dus wij willen een echte democratie, onafhankelijk rechtsstaat. En, daar worden we altijd voor weggezet, wij willen meer poen. Ja? Maar ik wou nog eventjes netjes zeggen. Wij willen een eerlijke welvaartsverdeling. Eerlijk. Dat is een moeilijk woord, hè? Zoek maar eens op. Eerlijk. Ja? Niet dat de rijken steeds rijker worden zoals het nu is en de armen steeds armer. Ik heb net met de meneer gesproken. 15 januari is hij uit de schuldsanering. Ja? Applaus. Na 5 jaar is hij eruit. Kijk, dames en heren. Ook daarom staan wij hier. Voor mensen aan de onderkant van de maatschappij, die het echt moeilijk hebben elke maand rond te komen. Zoals ik al zei, de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. En dat is het systeem. Dat is de bedoeling, precies. En dat willen wij dus niet. Gele hesjes willen echte democratie, onafhankelijke rechtspraak en een eerlijke welvaartsverdeling.
En om dat makkelijker te maken, vatten we het samen met macht, recht en poen. Dat gaan gele hesjes doen. Samen, dames en heren. Macht, recht en poen. Dat gaan gele hesjes doen. Macht, recht en poen. Dat gaan gele hesjes doen. Macht, recht en poen. Dat gaan gele hesjes doen, inderdaad. En nog suggesties, bezet, blokkeren. Dit beleid pik ik niet meer voor ook een mooie. Ja, blauw in de rood, Nederland in nood. Rutte, 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 Rutte. Oh ja, ja. Ik krijg nog een suggestie van Nico. Rutte, Rutte, Rutte moet inderdaad oproepen. Rutte, 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 En dames en heren, ik wou er ook graag aan toevoegen. NOS is fake news, hè? Wij weten dat allemaal. Maar dat is ook de reden waarom wij niet op het journaal komen. Ja, dat was een paar weken geleden nog een keer. Stond er al wat op, dat vonden ze nog leuk. Maar nu proberen ze ons dood te zwijgen, hè? Oh, maar heel kort eventjes. En grimmig en die gele hesjes zouden maar raar agressief zijn. Dames en heren, ze proberen ons te negeren. En waarom? Omdat ze bang zijn. Dat is de reden. Ze zijn bang dat het veel groter wordt. Dat niet alleen die 50 mensen die hier staan de straat op gaan, maar dat het 500 worden. Dat het er 5000 worden. 50.000 mensen. Dan gaan we gewoon naar Rutte toe en dan halen we die 1000 euro. Ja, toch? Ja! De eerste 3 kan hij nog betalen, want Rutte heeft wel 3000 euro'tjes op zak. Ja, ik heb 3 euro of 30 euro als ik rijk ben. Rutte heeft er 3000 op zak. Maar ja, er is natuurlijk niet, hè? Dus wie heeft er nog een nieuwe tv nodig, meneer daaruit? Ja, een bank. Nog iemand die interesse in keuken? Spulletjes? Ja! Ja, dus ik wil zijn fiets! Hij wil zijn fiets hebben. Geen iemand die oude Saab van 13 jaar, 11 jaar oud, niemand, hè? Nee, die mag je houden. We gaan gewoon elektrisch rijden of fietsen of iets mee maar. En ik weet niet, zijn er nog andere mensen die ook wat willen babbelen? Gaan we zo weer wandelen? Ik vind het prima. Wandelen! Ja. Tot slot misschien nog eventjes, ik ben heel erg trots op jullie. Echt waar. Yeah. Ja?